Naam is Leonard Treuren en ik ga kort wat vertellen over het preadvies methode in mededingingsbeleid, geschreven samen met hoogleraar Joris Pinkster en universitair docent Judith Thiel. De opkomst van geavanceerde empirische methoden en de beschikbaarheid van meer gedetailleerde data is het mogelijk om tot betere beslissingen in mededingingszaken te komen. In dit preadvies halen we de relevante literatuur aan en geven we een aantal voorbeelden van hoe de methode dan wel inzichten toegepast kunnen worden in de mededingingspraktijk. In het preadvies gaan we specifiek in op fusies en kartels en maken we wat algemene punten. Hier leggen we de focus op kartels en fusies. Wat fusies betreft delen we onze adviezen in 3 categorieën in. Onder snel valt de eerste concentratiemelding, waarna de autoriteiten 4 weken hebben om te bepalen of aanvullend onderzoek noodzakelijk is. In deze fase is uitgebreid empirisch onderzoek niet haalbaar, is er behoefte aan snelle screens. We raden aan om microdata te gebruiken om concurrentieindicatoren te maken voor bedrijven en sectoren voordat een fusiemelding plaatsvindt. Als voorbeelden noemen we winstgevendheid en prijsopslag op bedrijfsniveau en toe- en uittreding op sectorniveau. Als aanvullend onderzoek noodzakelijk is, zijn we aanbeland bij zorgvuldig. Hier raden we aan om de rigide marktdefinitie te laten varen. In plaats daarvan stellen we voor om met vraagschattingen op transactieniveau na te gaan in welke mate verschillende producten substituten van elkaar zijn. Afhankelijk van de aard van de fusie en de beschikbaarheid van de data zijn er qua zorgvuldige analyses veel alternatieven beschikbaar. Als je bijvoorbeeld wat minder fijnmazige data hebt, dan kunnen veilingmodellen vaak gebruikt worden, ook al is de situatie geen daadwerkelijke veiling. Als bedrijven onderhandelen en je hebt wat betere data, dan kunnen bijvoorbeeld bargaining models worden gebruikt. Het blijft hoe dan ook maatwerk. Ook is het waardevol om achteraf enkele fusies te bestuderen. In enkele landen is dit al verplicht. Hier kan de empirische literatuur gevolgd worden door verder te kijken dan puur naar prijseffect. Denk aan kwaliteit, innovatie en productdifferentiatie. Ex-post-studies die gedaan zijn, kunnen op hun beurt weer gebruikt worden als snelle screen voor toekomstige concentratiemeldingen. Samenspanning is een belangrijk probleem, maar helaas zijn er minder methoden voorhanden dan bij fusies. Wel zijn er de laatste jaren nieuwe methoden bedacht voor het opsporen van kartels, vaak in de context van veilingen, en het schatten van kartelschade. Wij adviseren om deze methode toe te passen op bestaande kartelzaken, om zo inzicht te krijgen in patronen die ook bij toekomstige kartels te zien zouden kunnen zijn. Voor verdere uitwerkingen van deze en andere punten verwijzen wij u graag door naar ons preadvies.